Je kijkt recht op de motor van de toegetakelde vrachtwagens. Onder meer de grills, spiegels en lampen zijn van de wagens afgehaald. En het is wel redelijk lucratief misschien. Want de eerste berichten die ik gehoord heb is ongeveer 7000 euro per auto verdwenen, zal ik maar zeggen. 7 vrachtwagens zijn vannacht gestript. Het bedrijf schat de schade op minimaal 60.000 euro. Volgens de eigenaar komt het steeds vaker voor dat onderdelen worden gestolen in plaats van de hele auto. Ja, die auto's zijn tegenwoordig zo met alle telematica goed uitgerust dat we met autovolgsystemen die bij ons ook allemaal op zitten, kun je zijn auto gelijk volgen. En met startblokkeringssystemen kun je zonder sleutels ook nog niks. Dus nu hebben ze de criminelen op onderdelen voorzien. De meeste vrachtwagens zijn inmiddels afgesleept naar de garage. Het bedrijf hoopt dat ze met een paar dagen zijn gerepareerd. Morgen doet het bedrijf aangifte bij de politie.